ben ik 24 uur lang Stefans persoonlijke assistent. En Stefan kennende gaat hij er echt wel goed flink gebruik van maken. Want we gaan zo richting België naar Plopsaland om een video op te nemen voor Stefans kanaal. En daar gaan we op overnachten. Dus die 24 uur die gaan we zeker rondmaken. En ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal moet gaan doen. En of hij me gaat sparen of dat ik echt alleen maar kutklusjes moet gaan doen. We gaan het zien, jongens. Sony heeft mij uitgedaagd voor de Sony Vlog Challenge. En vandaag ga ik deze challenge aan met de ZV-1 Mark II van Sony. En deze camera die gaat vastleggen hoe ik 24 uur lang de assistent van Stefan ben. Nou jongens, dit wordt wat. Let's go. Stefan die zou hier om 3 uur zijn en dan gaan we richting België naar Plopsaland. Vanaf dan moet ik het toch gaan doen, jongens. 24 uur lang, Stefan's PA. Waarom ga ik het überhaupt doen? Ik gun het hem ook helemaal niet eigenlijk. Nee. Goedemiddag. Oh mijn god, ik was het helemaal vergeten. Kan ik wat voor je doen? Ja, Vincent is blijkbaar vandaag de hele dag mijn assistent. 24 uur lang. Als jullie iets willen, moet ik gewoon... Hey, hoezo als jullie wat willen? Ik... Via mij vragen en dan vraag ik het aan jou. Maar toch. Heel chill. Maar nee, leg maar even je spullen achterin. Ga maar even zitten. Ik heb helemaal geen zin in eigenlijk. Wat ga jij mij vandaag laten doen? Zeg maar, heb je nog plannen voor mij? Of is het zeg maar, denk je dat het een soort van relaxed wordt? Of word ik echt wel... Nee. Je gaat er wel echt aan vandaag. Ja. Waarom? Nou, ik heb heel veel te doen vandaag. Maar dat kan ik dus door jou laten doen. Ja, maar ik zei eigenlijk ook al elke keer als ik meega met een video ben ik een soort van je personal assistant met mijn camera's. Ja, dat valt toch ook alweer mee? Nee, ik voel me aan het werk gezet hoor. Ik word elke keer aan het werk gezet eigenlijk. Wat je doet dan? Mee en filmen en zo? Gratis mee. Op reis. Ja, oké, dat is waar. Maar leuk. Hou het maar gewoon even rustig een beetje. Jij hebt toch zelf bedacht dat je dit wilde doen? Ja. Nee. Ja, ja. Nee, helemaal niet. Nee, je moet er eerst zo over denken en zo. We willen ook wel gewoon koffie en zo allemaal, denk ik. Ja, misschien kun jij dat... Allemaal? Hoezo? Anders zou ik dat natuurlijk voor iedereen halen. En broodjes. Broodjes? Broodjes. Nee, natuurlijk. Daar ben ik voor. 24 uur lang. Krijg je mijn pas mee? Ik vind wel dat dit met zijn eigen pas moet doen. Zo, daar zeg je trouwens ook wel wat inderdaad. Hè? Waar bemoei jij je mee eigenlijk? Wat is dit nou weer voor opmerking? Dat is best wel waar eigenlijk. Ja. Hoezo moet ik het betalen? Weet je wat we gaan doen? Kijk, Vincent gaat hier zo tanken nu. En dan gaan wij vast naar binnen gewoon kijken wat we willen. En dan kan jij dat dan daarna halen. Oh ja. Dan lopen wij weer naar buiten en dan gaan wij vast hier chillen gewoon en dan kan jij alles goed. Dus ik moet nu gaan tanken? En dit wordt echt heel duur ook hier tanken. Diesel wil je toch? Ja. Ja, maar Vincent, dit gaat natuurlijk niet goed, want ik moet jou niet filmen. Dan ben ik alsnog aan het werk. Ja, maar dit is, ik vind dit nog wel... Oh, dit vind ik nog wel schappelijk of zo. Je kan dit ding nog neerzetten. En toen gebeurde iets heel raars, want de dag daarvoor was ik in Maastricht met Ella. En toen kwam mijn man naar me toe om te vragen voor geld voor zijn tank. Omdat hij moest zogenaamd naar zijn zieke moeder in Duitsland. Vervolgens, op dit moment in Amsterdam, kwam er een vrouw naar ons toe. En die ging naar Stefan toe en die vroeg om geld. Ik zal je vlog. Oké, ja, hier. Ben je een vlogger? Yes, I'm a vlogger. Really? Yes. How much is Stefan? About 148k. Okay. Hello, say hello. De vrouw die loopt weg en die vond het niet chill dat ze werd gefilmd. En het moment hierna komt er dus een man naar buiten stormen met: What the fuck are you filming my wife? What the fuck are you filming a woman who asks for money? Bla bla bla. Helemaal boos. En dat was dus de man die mij ook aansprak in Maastricht. Dus dit waren gewoon scammers. Dus alsjeblieft jongens, pas op en trap hem niet in. What the fuck? What the fuck? Maar dit... What the fuck was dit? Ja, dat waren van die scammers. Waarom van die scammers? Ja, maar dat zijn van die mensen die dan... Hij werd boos erbij, hè? Hij werd boos erbij. Nee, omdat hij aan het filmen was. Omdat hij filmde aan. Wat een gek, hè? Oké, en nu genoeg sensatie, want ik heb een taak en dat is Stefan assisteren. Wil je dat ik het hekje voor jou open doe? Deze. Maar hoezo? Ja, anders moet ik het zelf doen. Ik ben ook nog even bijna gescamd uit, joh. Ja, dat is niet normaal. En jij bijna gemapt. Ik word bijna gemapt, terwijl ik helemaal niks aan het doen was. Oh, nou succes. Ik hoor wel. Kom als je klaar bent. Ja, dus goed. Eet jij dit? Ja, soms, hè. Dat is echt goor. Dat is echt ja, jullie moeten het met Julia gaan. Oh, jij vind jij het ook? Ik vind het ook goor. Kijk, het stinkt wel echt heel erg. Het stinkt heel erg. Maar het is best wel lekker. Zullen we koffie halen? Ah, met deur bedoel je? Ja. Laat maar weten wat jullie willen. Ik lust wel caramel macchiato. Ja. Denk ik. Ik ben vergeten wat die namen zijn. Venti en zo. Wat is nou de order? Wat is nou je... Wat is je bevel? Sorry, mijn eerst. Een ijslatte met sojamelk. Ik wil wel graag... Dus ik vind het wel leuk. Ja? Ik wil graag een grande chai tea latte met een shot espresso. Ik eet door die chai tea latte. Oh, interessant wel hoor. En dan moet jij eigenlijk nu zeggen wat hun zeggen. Dan voor hun hoef ik eigenlijk helemaal niet te werken. Ja, nee, je moet voor hun halen wat ze net wilden. Dan moet je doen. En dan ben ik caramel macchiato.
komt eraan. Ik dacht, het is makkelijker als jij vanaf nu alles doet wat zij ook zeggen, dat moet dan van mij. Dan hoeft ze dat niet meer via mij te vragen. Nee, ze moet ook doen wat zij zegt. Dat heb ik nu gezegd wat je dan moet doen. Dus dan moet je dat doen. Fucker. Hij is YouTuber. Vandaar de camera ook. En hij is vandaag mijn assistent. Ik ben 24 uur lang zijn assistent. Als je nog iets wil trouwens, dan moet je het gewoon aan mij vragen en dan laat ik het hem doen. Wat is Steve? Moet je schoongemaakt worden? Steve? Nou, de deur is schoongemaakt worden. Finn, ik wil dat jij voor hun die deur schoonmaakt. Maar volgens mij hebben we haast. Ik wil dat jij voor hun die deur schoonmaakt. Maar volgens mij hebben we haast, toch? Nee, jij moet voor hun die deur schoonmaken. Nou, dat ga ik dus echt niet doen. Ja, en geloof het niet, maar ik heb die deur schoongemaakt. Alleen Stefan had mijn camera op ongeluk uitgezet. Dat is dus top. Ja. Ja? Je moet even weggegooid worden. Ja, dat Kun je mijn sleutel geven, ja. Vincent? Oh, wacht. Vincent, kun je mijn sleutel aangeven? Ik kan toch niet alles tegelijk? Sorry, Steve. Sorry dat ik zo traag was. Oh, ja. Ja, oh. Top, dankjewel. Ja, dit gaat hoor. Verdomme, het gaat ook niet goed ook. Ja, en lik er maar even aan. Eet je maar, hè? Is Stefan toch ook? Ja, ik wil ja maar ik wil een normale. Maar doe maar twee. Doe maar twee. Iets sneller alsjeblieft. Het mag inderdaad wel echt sneller hoor. En een normale, ook twee AUB. Ook twee? Ja. Zo. Is het niet op een dieet. Is het oké, Steve, als ik als ik ook eentje voor mezelf neem? Nee. Nee, pak er maar eentje. Oh, okay. Pak er maar eentje. Thanks. Dit was hem? Ja. Oké. Okay. Ik word nu ook moe van het filmen, dat moet je echt zelf doen. Je moet echt zelf even filmen. De uur is even filmen. Cheers! Hey, cheers. Ja, cheers. Hallo. Cheers. Cheers, niemand reageert. Moet je nou huilen? Waarom ga je opeens huilen zo? Nee, stop. Komen we nou in een alcoholcontrole? Steve, moet ik voor jou blazen? Dan moet je het zeggen. Jij moet echt voor mij blazen. Maar waarom kijkt ze zo naar de auto? Wat is dit voor eng? Sorry. Ja, misschien zoeken ze iemand. Wat gek. Politie is het ook, hè, jongens. Na 5 uur rijden zijn we aangekomen bij Plopsaland. Ja, maar omdat jij weer zo laat wilde vertrekken. Oh, sorry, ik mag trouwens niet. Wanneer jij wil vertrekken, niet wij vertrekken. Sorry, tegen, ja. Sorry. Alsjeblieft. Mijn spullen. Je spullen? Ja, heb ik nodig. Oh, oké. Okay. Ja. Moet ik dit allemaal meenemen? Ja. Ik neem mijn rugtas al mee. Ik mat shave. Oké. Okay. Super zeg. Super. Ja, en die. Ja. Yes. Nou, ik doe zelf wel dat je kofferbak weer dicht. Ja, dat kan ik natuurlijk niet doen. Wat een gave deur, joh. Christina. Oh, joh. Ik kom eraan, jongens. Ja, sorry. Ik moet alle GoPro's vasthouden. Oh, moet je helpen? Kijk nou even hoe zielig ik ben. Ja, zou ik iets voor je dragen? Nee hoor, maar wel lief dat jij... Ik wilde echt net zeggen... Kijk eens aan lopen met allemaal vrije handjes en zo. Hey, moet ik helpen met het dragen? Nou ja, ik ben dus 24 uur Stefans PA. Echt? Ja. Oh, succes. Ja. Ik wou net zeggen, dat wel... Ja, nee, vandaar. Ja, ik bedoel... Stijn, als jij iets nodig hebt, iets wil... Ja. Vraag het aan Vincent. Vincent bij deze, ik wil ook dat je alles wat Stijn zegt vandaag. Ik heb er dus zoveel meer zin. Ja, dat wordt echt super. Ik heb nu 4 mensen waarvoor ik moet zorgen. Oh, wat voor hun ook? Ja, uiteindelijk wel, want Steve naait mij gewoon dus. Waar zijn we beland? In het Plophotel. Kijk nou eens even, hé. Wat leuk, joh, hé. Waarom kijk je zo bang? Omdat ik het gewoon heel eng vind om het straks te verstoren. Volgens mij is er nog nooit iemand geweest die bang is geweest in Plopsaland. Ik moet even dit formuliertje invullen. Dus gewoon hier even het BSN-nummer. Ja? Een kentekenplaat van de wacht waarmee je bent. Okay. En dan uw handtekening alsjeblieft. Precies. Steve, wat? Je moet dus wat is je kentekenplaat? Mijn kentekenplaat uit mijn hoofd. Dit is echt zo'n taak dat ik eigenlijk helemaal niet zelf kan. Een topdag heb jij. Ja, een topdag. Een plopdag. Zeker, ik heb toch nog aan het werken. Het is spannend om voor Steven te werken. K wat? Is niet nodig. Ja, het is een beetje moeilijk schrijven. Handtekening doe ik zelf dan wel. Oh, mag die niet voor je zitten? Dat is moeilijk. Ja, ik heb ook pijn in mijn pols. Hoezo heb jij pijn aan je pols? Van het schrijven. Ik wil dat je ook weer zelf filmt vanaf nu. Ja, ik ben helemaal kapot, man. Ja. Sorry. Ja, sorry. Ja. En Steven doet alles. Eigenlijk ben je mij vandaag. Ja. Vincent. Ik wil dat je Stijn pijpt. Doe even. Ja. We zijn hier in een kinderpark, sorry. Maar idioot. Ja, doe even normaal deze zeggen. Betaal? Ja, die zijn hier in een leuk kinderhotel, man. Steven, pijpen. Wat zeg je? Wat zei je? Nee, er staat er echt een kind voor. Dankjewel. Oh, sst. We gaan nu door. We moeten het op de plak aantrekken. Nee, dat doen we daar. Dat gaan we straks doen. Dat doen we daar. Eerst daar naartoe. Ik vind je echt lullig doen, weet je wat? Ik werk voor jou, ik werk hard. Oké, dus dit laten staan. Nee, meenemen. Neem het mee. Maar waarom gaan we dan... Oh, wat, dan moet je mijn tas afdoen. Ik kan spullen leggen we hier. Daarom zijn we hier. Sorry. Ik ga dit nooit meer doen. Ik ben nog niet eens, wat is het? 5 uur, 6 uur bezig. En we zijn nu al zat. Ik ga zo naar de kamer trouwens. Dan kun jij even misschien Steve filmen. Oh ja, dat is goed hoor. Ja? Ik heb nog wel een handje vrij. Ja? Oh, ja. Dat zou super zijn.
Stel het is donderdagavond en je kleed je in een enorm pak en je gaat verstoppertje spelen in Plopsaland. Oh mijn god, wat zijn we nou aan het doen? Ja, sorry, maar we moeten gewoon geld verdienen. Maar dit hoort ook niet eens bij mijn opdracht. Ik zou 24 uur Stefans PA zijn. Dat betekent niet in een eenhoorpak door Plopsaland rennen. Maar dit is gewoon stiekem jouw wildste droom. My guilty pleasure. Weet je oprecht dat dit een guilty pleasure is voor mensen? Dan gaan ze zeg maar in van die... Ja! Serieus, dan gaan ze in van die dieren pakken, zeg maar helemaal fluffy, gaan ze dan elkaar ploppen. Ploppen? Vervolgens ging er verstoppertje spelen voor de video van Stefan en was ik soort van vrij. En mocht ik vrij rondhuppelen in een eenhoornpak door Plopsaland. Was echt fantastisch. Maar ja, daarna moest weer gewerkt worden. Moet ik ergens mee helpen? Nou, iemand heeft dus mijn drone hier helemaal achtergelaten. Ja? Oh ja, natuurlijk! Maar... Ik dacht, misschien vind je het wel fijn als je... Oh mijn god, yes. Ja, ik dacht... Ik wel. Ja, ik dacht, ik breng het toch maar even mee. Heel goed. Daarom ben ik helemaal hier gaan zitten. Ja, maar soms... Kijk, soms heb je natuurlijk ook geen commando's nodig om te weten wat degene wil. Dat is goed, eigen initiatief. Dat is goed. Eigen initiatief tonen. Je begint er al een beetje in te komen. Ja, sowieso. Wil jij water? Ja, ik heb al, maar oké. Oh, wie zou er nog wat water willen? Watertje. Waar is het glas? Schenk maar. Oh, zal ik alles bij jullie allemaal vol schenken zodat ik zelf niks meer heb? Ja. Oh, nee, ik drink wel uit de kraan zo. Neem niet van mij maar. Nee, is oké. Amber? Ja. Neem niet van mij maar, ik vind het zielig voor je. Nee, neem lekker, neem lekker. Amber. Ik weet me echt niet. Vincent? Breng alles voor de naar de keuken. Misschien moet je alles even naar de keuken brengen. Maar ik werk hier niet. Maar wel bij hem. Ja. Ik kan toch niet zomaar naar binnen lopen. Ja, ik kan wel zeggen, hier, ik heb jullie borden. Heeft het gesmaak? Heerlijk, dank u. Niet tegen hem praten, alsjeblieft. Ik heb in horeca gewerkt, jongens. Dit moet lukken. Voor een bediende praat je vijf weer. Ik vind het heel funny. Zo, je hebt echt in de horeca gewerkt, hè? Heeft het allemaal gesmaakt? Wil je nog een dessert? Nee hoor. Nee? Hartelijk bedankt. Ja. Mag ik daar zitten? Dit is je show. Dat is nou nee. Ik wil echt wel even neerzetten hoor. Maar ik heb opgelopen. Ik heb dus echt mijn best gedaan, maar ik mocht echt niet. Ik zei, ja, ik wil het echt wel zelf brengen. Dus je wilde het echt niet, hè? Hoe ouder was die guy dan? Oh nee. Zullen we gaan? Het bijntje ook houden, hè? Hé, joh, anders even de deur voor me open inderdaad. Vincent, dat moet je echt zelf doen. Oh, wat teller. Je moet het voor ons open houden. Ja, sorry. Vincent? Ja? Hoor je dat geluid? Ja. Oké, even kijken. Eén laatste voor iedereen. Oh, ik snap hem ook nu pas. Nee. Dan pak je chips. Twee Cuba Libre en neem zelf ook iets. Bij deze word je verlost van je taken. Na dit drankje. Ja, voor Amber, maar niet voor mij. Dus je moet voor iedereen nog even halen. Kun je alsjeblieft snel zijn, want volgens mij ging de bar al een half uur geleden dicht. Ik kan helaas niet. Is het oké als ik even wacht? Nee, je moet hem even halen. Volgens mij is hij daar... Het is akelig leeg. Ik zie alleen kabouter Plop. Nee, maar hij liep even... Vraag het aan hem dan. Meneer? Vraag dan Plop. Kan je mij even masseren? Oh, natuurlijk, Steve. Oh, niet zo hard. Ja. Jesus. Je bent al massief. Ja, maar even een toontje minder. Sorry. Oeh, ik heb helemaal kippenvel. Kom eens. Ja. Ik heb echt goede masseerhanden, ik weet het zeker. Die stompen. Ah, wat doe jij? Ik krijg een stijver. We komen aan in ons suite, you know. Wie slaapt eigenlijk hier dan in zo? Ik wil boven. Kijk, ik heb hier een PA. Die krijgt natuurlijk niet een tweepersoons bed. Nee. Nee, maar dat zou ik ook nooit... Oeh, hier kan jij misschien. Ik heb hier nog een plek voor deze balkon. Oh, ja, dat kan. Eww, iemand! Wat? Ik zweer. Er kwam geluid uit de andere kant. Ik wil het gewoon even negeren. Ja. Holy shit, kijk, dit is België, man. Yo, dit is België. Dit is onze kamer, de Maya Suite. Nou, hier is een leuk bed. En kijk, Maya erbij natuurlijk. En je hebt hier bomen en daar. Zieke suite. Dit is echt de kutste assistent ooit. Moet je kijken wat hij doet, gast. Dit is een hele rek, man. Ja, dit is echt heel stom. We werden net al gewaarschuwd hoe zacht ze zijn hier. Die kon ik echt niet zien. Ja, dat gaat er niet vanzelf af. Ik heb het ook normaal afgehaald. Wat deed je er überhaupt? Hij heeft al een badjas aan. Ja, maar ik wil er ook een badjas. Of mag dat niet? Ik heb het niet gevraagd. Ik zou het niet gevraagd. Mag ik een badjas aan? Ik wil alleen even douchen. Je mag met badjas douchen. Aan. Fair deal. Dan ga je het hier doen. Je hoeft het niet echt te doen, zeg maar. Wat? Dat is niet echt gehoeven of zo. Doe het toch ook niet, hè? Vincent is zo daar. Hij doucht dus naakt. En toen was het tijd om te gaan slapen. Een paar uurtjes, helemaal niks en geen Stefan. Een hele goede morgen. Ja, goed. Kan ik wat voor je doen? Dan moet je het gewoon zeggen. Ik zit in dezelfde werk, hè. Dat vind ik dus echt niet chill. maar goed, neem dit even voor lief. Die lamp mag van de camera. Oké, is het goed als ik me eerst even omkleed? Nee. Zeker. Om 3 uur ben ik klaar, hè. Ik ben gewoon vrij.
Ja, dat duurt nog wel even. Ja. Ach man, dat is toch hartstikke leuk voor mij. Nee, het is heel gezellig. Ik moet zeggen, het valt allemaal nog wel mee. Oeh, waar je echt. Behalve tillen. Oh, je bent nog steeds zijn assistent. Ja, 24 uur, dat is meestal dan lang. Ja, zijn jullie even omkleed inderdaad? Ja. Ga ik wel verder zelf met dit? Zelf? Nou, ik heb mezelf zelf gekoest hoor. Wat? We zijn weer gezellig het park ingelopen, want we gaan nog gezellig wat dingetjes opnemen in de achtbaan. Kun je dit even vasthouden? Oh ja, tuurlijk. Ik heb nog eventjes te gaan, want om 3 uur is het afgelopen. En dan kan ik weer vrij leven. Maar nu moet ik nog achter 7 aanlopen. De dag zit erop. Niet voor jou, vriend. Het is volgens mij nog geen 3 uur. Niet voor jou. We hebben nog 4 uur te gaan. Nee, ik wilde ook zeggen, kan ik wat doen? Moet ik wat inpakken voor jullie? Of... Kun jij voor mij aan Vincent vragen of je de tas wil inpakken? Hey Vin, ben je iets aan het doen nu? Ja? Oh, ja, want ik moet echt dat ik tas inpakken. Die tas? Ja, dus, deze tas. Oké, je moet eerst die microfoon afhalen, dan het in de tas doen, die camera zo in het gat daarboven, weet je wel. Dat is best wel vanzelfsprekend eigenlijk. Okay. De GoPro's moeten in die doosjes allemaal. Ja. Laat dan maar gewoon beginnen. Ja, we moeten gaan ook, hè, Vincent. Ja, we hebben haast. Ja. Kun je hier gaan zitten zo? Ja, Vincent. Even met de tas weg. Hij moet hier op. Dit wilde ik even. Die dikke broeder zo. Maar wacht, dit gaat nu in mijn tas. Ja, dat is dus... Anders leg het even hier klaar, dan kan je misschien te... Ja, dat is wel doen. Ja, dat is wel doen. Doe die GoPro's nu in die koffer dan. Dit is echt fucking shit. Living the life. Die kont van Vincent is ook extra zacht. Het is veel lekker van die houten kraag. Even influencer. Kan je eraan wennen? Ja, het mag wel sneller. Het mag wel echt sneller. Het voelt wel lekkerder dan die houten tafel aan de kijk. Ik zie hier nog geen camera in zitten. Ja, maar ik kom daar niet bij. Dan ben je tafel volgens mij niet goed aan het doen. Ja, hij staat echt vlakbij. Zie je niet meer? Ja, maar waar is het? Ik moet op de camera in doen. Ja, die staat daar. Weet je wat? Ik ben het zat. We gaan naar vandoor. En ik ben blij dat we in de auto zitten, want dan hoef ik waarschijnlijk niet meer zoveel te doen. Dan kan ik gewoon een beetje chillen. In plaats van alles weer sjouwen hier zo. Deze kan wel echt. Nee, dit gaat wel. Nee, ik doe deze. Ja, zo. Ja, dit voelt toch wel wat beter, zeg. Sony, bedankt voor deze dag. Steve, ja. Kijk eens hoe laat het is. Oh! Oei. Ja, nog 1 minuut en dan ben ik vrij. Oh shit, ik ga je echt missen. Ja, nou ja, meer gewoon jouw service. Niet mij persoonlijk. Heb ik het over het algemeen goed gedaan? Heb ik het slecht gedaan? Wat voor cijfer ga je me geven? Je hebt wel een paar orders geweigerd. Zoals? Op een gegeven moment was je klaar met het voetensteuntje zijn bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Je, op een gegeven moment zei je nog, ik doe het niet. Of iets anders, ik ben vergeten wat het was. Maar dat zie je nu, Bill. De dingen die je deed je wel... Ook niet echt goed. Prima. Nee, je deed wel prima, maar ik had wel het gevoel dat je het met tegenzin deed. En dat, daardoor voelde je genoot er niet van. Nee, ik voelde me daardoor weer schuldig. En dat vind ik dus dan weer niet chill aan jou. Ja, dat ben ik echt mee eens. Ja, toch? Ja. Veel dingen mee. Oké, dus eigenlijk ben je dus eigenlijk nu alleen maar aan het klagen. Nee, ik vind ook niet dat je te weinig initiatief hebt getoond. Het moest allemaal vanuit mij komen. Je stelde wel zelf van, oh, moet ik dit even doen? Of zo, weet je wel. Dat was ook niet het geval. Dat was. Al zou ik zeggen... Een 6,5. Ik vind een 6,5 niet slecht. Ja, oké, een 5. Maar jij zegt net een 6. Houd er gewoon bij 6. Waarom moet je... Ik heb me bedacht. Nee, ik vind het lullig. Oh, je dit brutale gedoe de hele tijd. Ik ben er klaar mee. Nou, sorry hoor, maar jij hebt niks meer over mij te zeggen, want het is 3 uur geweest. Jongens. Kijk, die man heeft nu 2 bomen mee. Ik ben vrij. 24 uur lang. Hoe was het nou dan? Kak aan. Hoe vond jij het? Nee, maar kak. Nou, ik vond het nog wel toegankelijk. Als jij een order gaf, was het wel altijd zeg maar echt zo met zo'n ik ben de baas. Ik ben niet... de baas. Maar jij zei, jij gaat nu dit doen. Nee, dat viel wel mee. Ik denk alleen meer als je elke keer het gevoel dat jij niet ging luisteren. Nou jongens. Daar gaat hij. Ik ben nu weer lekker thuis, jongens. En wat is dit genieten? Ik ben nu 24 uur lang de assistent van Stefan geweest. En ik ben het zat. Zoals ik aan het begin van de video heb verteld, heb ik alles gefilmd met de ZV-1 Mark II van Sony. En ik ben een vlogchallenge aangegaan. En ik mag eerlijk zeggen, ja, hij is gelukt. Maar jongens, dit is zo'n topper voor als je wilt beginnen met vloggen. En helemaal, net zoals zo'n dag als vandaag, als je gewoon de hele tijd bezig bent, de hele tijd onderweg bent en gewoon eventjes snel je camera erbij wilt pakken, is deze echt top. Ga eventjes naar de link in mijn beschrijving als jij ook zo'n camera wilt, want geloof me, het is echt een topper. En dan was dit de video van vandaag. 24 uur lang Steve's assistent. Ik ben het zat. Later!